Goedenavond gemeente en kijkers thuis, heel hartelijk welkom in deze laatste dienst van 2020. De voorganger vanavond is dominee El Schaafsma uit Nunspeet. Morgenochtend zal om 10:30 dominee Hugo Dankers voorgaan in de nieuwjaarsdienst. De eerste collecte van het college van kerkrentmeesters is bestemd voor de oudejaarscollecte voor het werk in de eigen gemeente. De tweede collecte is bestemd voor de kerkmuziek. Ook zamelen we geld in voor de familie Geluk in Costa Rica, die uitgezonden is door de GZB. Namens de Wijkkerkraad wens ik u en jullie een goede en gezegende dienst toe. We beginnen deze dienst nu met een moment van stil gebed, waarin we stil worden voor God en onze gedachten richten op Hem. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, in deze laatste dienst van het jaar 2020 zullen wij het voortzetten door samen God te loven met gezang 293, de verzen 1 en 3, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. De toekomst is voor ons onbekend. En daar gaat het ook over in de preek, over de toekomst. Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht. Ik durfde niet, ach, hoe zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet. De verzen 1 en 3 van gezang 293.
Met de kerk van altijd en van overal in de wereld doen wij belijdenis van ons geloof. En wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en jullie spreken als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We zullen samen bidden om Gods geest en om de opening van zijn woord. Laten wij bidden. Heere, we danken u dat we vanavond in deze laatste dienst van het jaar 2020 mogen samenkomen hier in de beeld. Wij danken u dat u ons spaart, dat we thuis mogen meekijken, luisteren, met elkaar verbonden zijn. Terwijl we hier in de kerk maar met weinigen zijn. We danken u, Heere, dat u ons de gelegenheid geeft om in alle vrijheid samen te komen. Dat is wel anders in andere delen van de wereld, waar mensen niet zomaar in het openbaar uw huis kunnen binnengaan of waar een kerk is en waar het zichtbaar is dat mensen de Bijbel openen en het evangelie verkondigen. Wij bidden van u, wilt u bij ons zijn vanavond? Wilt u thuis, maar ook hier in de kerk, uw woord openen? Want als u opent met uw Heilige Geest, wie zal dan sluiten? Maar als u toesluit, wie zal dan openen? Dan kunnen wij de Bijbel open doen, we kunnen de zinnen lezen, de woorden uitspreken, maar dan is het allemaal leeg en zal het niet beklijven en blijven hangen en wat doen. Maar wij bidden u dat het evangelie wat mag doen in ons leven. Ja, dat het ons van dood levend mag maken en dat het evangelie uw kracht tot behoud zal blijken te zijn. Dat mensen worden behouden. Dat mensen opnieuw geboren worden. Zoals Jacobus dat zegt. U hebt ons wederbaard opnieuw geboren doen worden door het woord der waarheid. Heere, wilt u zo onze oren openen, want het geloof is uit het gehoor. Maar alleen als u er zelf in meekomt, naar uw belofte. Want u hebt gezegd dat u daar in het midden wil zijn, waar mensen in uw naam bijeen zijn. Al is het maar met enkele. Ontferm u zich over deze wereld, met wie u een bestemming hebt, voor wie u een bestemming hebt. Wij bidden u, wilt u bij al uw dienaren zijn, ouderlingen, evangelisten, predikers, dominees, die waar ook het evangelie brengen. Heere, ontferm u zich over ons en wil ons erbij betrekken dat het woord binnen mag komen. En dat het niet allemaal voor de vorm is, dat we niet onze tijd uitzitten om even te luisteren of te kijken, maar dat we erbij betrokken worden. En daarvoor hebben wij nodig de zalving, de bediening, de leiding van uw geest. Laat de overdenkingen die we hebben en de woorden die we uitspreken voor u wel behagelijk zijn. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Wij lezen de Bijbel en wel in het Oude Testament en in het Nieuwe. Het Oude Testament, Psalm 90, de zogenaamde Oudejaarspsalm. Psalm 90.
En het Nieuwe Testament, Efeze 5. De brief van Paulus aan de Efeziërs en daarvan het vijfde hoofdstuk. Dus wij beginnen te lezen met Psalm 90. Er staat bij mij boven de eeuwige God en de vergankelijke mens. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, u bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij gegaan is, of als een waken in de nacht. U spoelt hen weg, ze zijn als de slaap. In de morgenstond zijn ze al het gras dat opkomt, in de morgen bloeit het en het komt op. 'S avonds wordt het afgesneden en het verdort, want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht, want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of als we zeer sterk zijn, 80 jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Keer terug, Heere, hoe lang nog? Laat het u berouwen over uw dienaren. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid, dan zullen we juichen en verblijd zijn tijdens al onze dagen. Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt, overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben. Laat uw werk aan uw dienaren gezien worden, uw glorie over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heere onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. Efeze 5, de verzen 14 tot 21. We beginnen dus te lezen bij Efeze 5, vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover de lezing uit het woord van God, zalig die het horen en die het ook bewaren. Halleluja. Wij gaan nu samen nog ter voorbereiding op de preek met elkaar zingen
ik zou bijna zeggen psalm 90, want het is een vertolking van psalm 90 door Isaac Watts gedaan. Die leefde van 1674 tot 1748, dus alweer heel lang geleden. En hij heeft het volgende gedicht, en wij zingen de verzen 1, 3, 4 en 6. O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis. Bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons te huis. Hele mooie vertolking van psalm 90, de verzen 1, 3, 4 en 6 van gezang 397. Gemeente, na de preek dan wil de organist voor ons een intermezzo spelen over psalm 90. En daar is de tekst ook uit deze avond. Uit psalm 90 en daarvan het 12e vers. Ik zal het u voorgelezen. Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Dat is de tekst. En dat is in feite de tekst die ook een blik werpt op heel deze psalm. Een hele mooie psalm, psalm 90. En ik zei het al, vaak genoemd de oudejaarspsalm. En ja, als je hem oppervlakkig leest, dan zou je inderdaad zeggen, daar is hij heel geschikt voor. En dat is ook zo, denk ik. Maar toen ik ermee aan de gang was, deze week, bij de studie erover en de voorbereiding, vond ik dat het ook een hele goede psalm is voor nieuwjaarsmorgen. Want wij zouden verwachten dat deze psalm hoofdzakelijk gaat over de kortheid van het leven, de kortheid van het jaar, van ons leven ook. Wat is een week? Met name als mensen aan het einde van het leven staan, dan zeggen ze inderdaad, en we kijken terug, ons leven is snel voorbij gegaan. En het is waar wat er staat.
Wij brengen onze jaren door als een gedachte. En zo snel gaat het. We zijn er maar even. Dus je zou denken, dit is inderdaad een psalm over de kortheid van het leven. Maar als je deze psalm goed leest, gemeente, dan zullen we ook zien dat deze psalm een psalm is over de toekomst. En daarom is ook de tekst daarop geënt. Hè? De tekst leert ons alzo onze dagen tellen. We zijn dus op school, op de school van de Heer Jezus. De school van genade. Leert ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart verkrijgen. Nou, dat zijn de dagen die komen. En daar gaat dan ook het slot van de psalm over. Met name vanaf vers 12 tot het einde. Dat gaat allemaal over de toekomst. Dus deze psalm is niet alleen maar een terugblik of een soort, je zou zeggen, geestelijke rouwbrief van denk eraan, je moet sterven. Memento mori, gedenk te sterven. Dat staat op heel veel hekken van begraafplaatsen. En dat was ook het thema van de middeleeuwen. De mensen moesten maar heel veel denken aan de kortheid van het leven. Dat was goed. Maar deze psalm is er niet om ons aan het somberen te maken. Trouwens, daar is de Bijbel ook niet voor om ons aan het somberen te maken. Maar zeker ook deze psalm niet. En dat zullen we ook wel zien als we de psalm wat meer horen uitleggen. Het is dus een gebed. Laten we dat vooropstellen. Heel mooi. Dat psalmen vaak gebeden zijn. Deze psalm uitdrukkelijk. Het staat erboven. Een gebed van Mozes. De enige psalm die we hebben van Mozes. Mozes, de man Gods. De man die de Heere kende. De Heere kende hem. Hij moest het volk uitleiden uit Egypte. En dan heel mooi dat dit gebed ook begint met een lofprijzing. Dus net als het Onze Vader, ook een gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Dan gaat het over Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dus het is een lofprijzing. Daar begint het Onze Vader mee. En deze psalm begint ook met een lofprijzing. Wij denken vaak dat bidden is vragen. Smeken. En dat mag ook. We mogen ook smeken, bidden, vragen, bedelen, de Heere verzoeken voorleggen, onze nood aan de Heere bekendmaken, ons verlangen. Dat is legitiem, dat is ook heel goed. Maar eerst gaat het erover wie God is. En Mozes begint heel mooi. Heere, u bent ons geweest. Wat een toevlucht. In het Hebreeuws een ma'on. Dat is een veilig thuis. Een veilige plek. Zoals een dier in een hol schuilt. Vaak ook een veilige plek opzoekt of maakt voor zichzelf. Waar die veilig is, waar die soms niet gezien wordt, maar wel zien kan. En in het Engels dan een haven, safe haven, een veilige plek waar je veilig bent, waar je thuis komt. Dus het woord toevlucht, ja, dat is het in feite. Hè? Een plek waar we dan, zoals een schip naar de haven vaart en dan in de haven is en daar is geen storm meer, daar is geen harde wind meer, daar is het veilig. Daar kan het niet meer omslaan of zinken, daar is het veilig. En zo is het ook met Mozes geweest. Mozes kende de Heere als zijn thuis. Dat is heel mooi, dat vindt u ook in het boek Exodus, met name de uittocht beschreven uit Egypte. En daar vinden we dat Mozes God kende als zijn toevlucht.
als zijn heven, als zijn veilige rustplek. Zoals Jezus zegt, kom tot mij, dat zegt Jezus. Maar Jezus zegt ook, blijf in mij. En dat is in feite hetzelfde. Dan wonen wij in Jezus, dan wonen wij in God. Blijf in mij en ik in u, dan draagt u veel vrucht. Zo dichtbij is God. Dat vinden we niet in de Koran. Dat vinden we niet in alle andere wereldse boeken. Maar dat vinden we wel in de Bijbel. En zo is God. Een God van dichtbij, niet van ver. Jezus zegt, ik ben bij jullie. Ik blijf bij jullie. Al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Heel mooi is dat. En daarom staat er ook van generatie op generatie. Mozes, die het volk uitleidde uit Egypte. En het bracht naar een goed en een ruim land, vloeiend van melk en honing. En het volk, een mopperend volk, dat hem volgde. Mozes die preekte, stond in contact met God, bracht Gods boodschappen over aan het volk. En dan het volk al mopperend achter Mozes aan. Dat was het in feite. Maar God omspant de tijd. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. God is niet tijdelijk zoals wij. De psalm legt daar een getuigenis van af. Wij zijn maar tijdelijk. God is er altijd geweest. En God zal er altijd zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus de gelovigen zijn gekend door God van voor de grondlegging van de wereld. Want toen was God er al. God is er altijd geweest. De Heer Jezus is er altijd al geweest. Hij werd geboren in de tijd uit de maagd Maria in Bethlehem stal. We hebben het pas gevierd, het feest. En hij kwam in de tijd. Het woord werd vlees. God werd mens. God kruipt in jou en mijn huid, in Jezus Christus. Hij doet jou en mijn leven over. Helemaal. En hij gaat weer naar de Vader. Na zijn dood staat hij op en hij vaart in hemel. God neemt hem op in zijn heerlijkheid. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dus God en zijn Zoon en de Heilige Geest, God drie enig, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En wij komen pas kijken. Wij zijn er even op aarde. En God heeft de aarde en de wereld voortgebracht had. Heeft. En hij is er van generatie op generatie. Mooi in de tijd van Mozes met de uittocht. Al die generaties mensen. Kinderen, middelbare leeftijd, ouders en grootouders. En soms overgrootouders. Wat een zegen als overgrootouders hun achterkleinkinderen mogen zien en kennen. Wat een voorrecht. Wel nu, dat is dan het leven dat wij op aarde leiden. Dat is een kort leven, maar God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is God. En daarom moeten we allereerst samen het hebben over wie God is. Wie is God voor jou? Is God voor jou ook een toevlucht? Een safe haven? Een plek waar je tot rust komt? Bij God. Bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Schuilen bij hem. De volgende psalm zegt het. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Wat een prachtige volzin. Dat je schuilen mag in God. Dat hij je schild is. Je bescherming. En jij mag bij hem schuilen. In de wonden van Jezus Christus. Dicht bij God. Nou, dan heb je het heel goed. En wat een voorrecht.
als jouw generatie of de generatie voor jou God mag kennen. En dat de ene generatie naar de andere het geloof mag doorgeven. Ouders de kinderen mogen dopen. En die hun kinderen weer dopen. Zodat Gods naam verbonden wordt aan jouw naam. De ene generatie naar de andere. Zodat God werkt in de lijn van de geslachten. Dat God niet ver weg is, maar dat God in die geslachten werkt, in de harten. En ik hoop dat het ook hier in dit beeld zo is. Dat grootouders ook graag het geloof willen overdragen aan de kleinkinderen. En ouders graag het geloof overdragen aan hun kinderen. De kinderbijbel lezen, met de kinderen zingen, aan tafel. Psalmen zingen, gezangen zingen, geestelijke liederen. En dat we zo samen aan God verbonden worden. En dat God werkt van generatie op generatie. En het geloof wordt doorgegeven. Genade als erfgoed. Maar het is en blijft genade. Geen automatisme. Maar dat toch op die manier het woord beklijft en in de harten gaat. En ouders het geloof mogen overdragen aan de kinderen. God is dus eeuwig. God is de schepper. Wij zijn zijn schepselen. God heeft ons geschapen. Wij zijn uit zijn hand voortgekomen. Die God, die dienen wij. Die zich in Jezus Christus geopenbaard heeft. In den beginne was het woord. Johannes 1. En Johannes begint ook een beetje bij God. Hij begint een beetje net als Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En Johannes zegt, in den beginne was het woord, was Jezus Christus. En het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Nou, dat is God. Het woord heeft onder ons gewoond en wij wonen in God. Door Jezus Christus. Heel mooi is dat. God is onze toevlucht. Nu het tweede. Wie zijn wij? Want Mozes bidt tot God. Maar hij bidt voor zijn volk. Mozes is voorbidder. Door tussenkomst van Mozes vindt het volk vergeving. En dan denk ik heel met name aan de zonde van het volk, de zonden, het mopperende volk, het ongelovige volk, het volk dat niet wou luisteren. En Mozes, die komt tussen het volk en God in. En Mozes zegt, Heere God, ik wil middelaar zijn. Ik sta in de bres tussen u en het volk. Het volk rebelleert tegen u, is vijandig, zondig. En dan moet u Mozes horen bidden. Mozes zegt, ons leven is kort. U doet de sterveling terugkeren tot stof. U zegt, keer terug, mensenkinderen. 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren. Wij vergaan door uw toorn. Door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Paulus zou zeggen, door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Door één mens. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Met andere woorden, wij leven in een wereld vol met lijden. Vol met moeite. Het beste is moeite en verdriet, hebben we gelezen. Dat staat in deze psalm. Moeite en verdriet. En dan denken we ook aan COVID-19. We denken aan corona. Dat mensen heel ziek worden. Dat mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat mensen geen adem meer kunnen krijgen. Dat mensen op de beademing komen, op de IC. En dat sommige mensen, en in dit jaar velen,
daar ook sterven. Soms zonder familie. Moeite en verdriet. En dan kan je je voorstellen, dan gaat deze psalm opnieuw spreken tot ons. Want het leven, inderdaad, is moeilijk en soms lijkt het lijden ook zinloos. En dan zien we dat dat lijden en de pijn en de moeite, dat hoort allemaal bij de zonde, bij de zondeval. Zo heeft God ons niet gemaakt. God zag al wat hij gemaakt had en het was zeer goed. Maar sinds onze afval van God is ons leven een broze tent. En die tent is zo broos, ik zei het al, een tent, die rol je op in de vakantie. Of je zet hem op en je woont er in een tijdje. En daarna ga je die tent weer opvouwen of oprollen. En je neemt hem mee op je backpack en je trekt verder. En dat is eigenlijk hoe Mozes ons leven tekent. Hij zegt, ons leven is als het gras, als een bloem van het veld. Als de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Dat is ons leven. En daar staan we op deze oudejaarsavond toch bij stil. Dat we onze jaren doorbrengen als een gedachte. En nu zegt onze tekst, leer ons zo onze dagen tellen. Dus wij moeten tellen. Wij moeten leren tellen. Nou, dat doen de jongens en de meisjes op school. Die moeten rekenen. Vinden ze niet altijd leuk natuurlijk. Maar ze moeten het wel leren. En zo moeten wij op de school van de Heer Jezus ook leren tellen. De dagen tellen. Wat betekent dat? Betekent dat dat we dit jaar moeten tellen? 366 dagen zijn wij ouder geworden. Sinds 1 januari 2020. Het was een schrikkeljaar. Nou, dat is niet wat hier staat. Wat hier staat eigenlijk is dat wij door die woestijn heen nog niet thuis zijn. Dat wij op weg zijn. Wij zijn, ik zei het al, een beetje aan het kamperen, dat is ons leven. Aan het trekken. En wij trekken door de woestijn. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of wij tellen geen dagen, maar we tellen die jaren. En wij proberen er van dit leven te maken wat er van te maken is. En wij proberen van de woestijn een groene plek te maken waar het goed toeven is. Dus dat we hier op aarde ons heil zoeken. Ons domicilie. Ons thuis. En dat wij hier op aarde schatten verzamelen. Of, en dat is de tweede mogelijkheid, en daar gaat het evangelie over. Of dat wij weten, we zijn hier door de woestijn. En wij zeggen, Heere, hoe lang duurt dit nog? Hoe lang nog? Zo staat er. Hoe lang nog, Heere? Leer ons zo onze dagen tellen dat wij wijs worden. Dat wij wijzer van worden. Altellende, aftellende, totdat wij in het beloofde land zijn. Dan wordt het hier dus een woestijn. Een trektocht. Je mag ook zeggen, voor de gelovigen, een pelgrimsreis. Hier niet thuis. Maar ons thuis is boven. En ieder van hen, van de gelovigen, zal verschijnen voor God in Sion. Nou, dan ga je het inderdaad aftellen. Dan zeg je, hoe lang duurt het nog? Want ik ben hier niet thuis. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Straks kom ik thuis. In het huis van mijn vader, zegt Jezus, zijn veel woningen. Anders zou ik het jou gezegd hebben. En ik ga heen
om u plaats te bereiden. Heerlijk is dat. Dat een kind van God weten mag, boven is er een plaats voor mij bereid. Ik ben op weg naar het beloofde land, waar ik hier op aarde in de woestijn van Mozes en van Jozua, ja, van Jezus, de hogere Jozua, zijn dezelfde namen, zoveel van gehoord heb. De blijde boodschap gehoord heb. Een boodschap uit Sion, een boodschap uit de hemel. Ik verkondig u blijde boodschap die al het volk wezen zal, zei die engel. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. En zo heeft Mozes de boodschap verteld. God brengt ons naar een land vloeiend van melk en honing. Heren, hoe lang duurt het nog? Het is dus aftellen, zoals een vrouw die zwanger is, in verwachting. En ze is in verwachting en ze kijkt uit naar de dag van de bevalling. Want dan wordt er een kind geboren. En dat is ook wat de apostel zegt in Romeinen 8. Hij zegt, wij zuchten in de weeën naar het einde, naar het nieuwe begin. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dus hier leven we nog in een tent. Maar ik weet dat zo wanneer mijn aardse tent afgebroken wordt, dat ik een gebouw van God heb. Een gebouw, geen tent. Maar een gebouw niet met handen gemaakt, maar door God mij bereid. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Nou, dan kun je hier beneden niet meer thuis worden. En dan begrijp je ook dat hij zegt in dat gebed, leer ons zo onze dagen tellen. Op die manier tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En natuurlijk, wij leven allemaal met twee benen op de grond. Wij leven allemaal op deze aarde. En wij werken in de zorg, we werken op school, in het kantoor, op een bedrijf, op de vrachtauto, wat voor werk we maar doen. Het maakt niets uit, we hebben allemaal ons werk. En toch is het bij de gelovigen dat hij niet thuis is hier beneden, maar dat hij boven thuis is. En dat hij straks thuis komt. Dat hij een hoop heeft die niet beschaamt. Want de dingen die gezien worden zijn tijdelijk. Maar de dingen die niet gezien worden, die je niet ziet met het bloot oog, die zijn eeuwig. En God is eeuwig. Heren, leer ons zo onze dagen tellen. Mozes werd oud, 120 jaar. Jozua, wat jonger, 110 jaar. Hij bracht het volk in Kanaan, in het beloofde land. David werd 70 jaar. Sommige mensen worden oud, andere mensen sterven jong. Soms ook kinderen. Ik denk ook aan een jongetje van 13 jaar, van een kennis van ons, die enkele dagen geleden is overleden, zomaar plotseling. Dus wij zijn maar even op aarde. En daarom preek ik ook tegen kinderen. Kinderen, ook jullie moeten een keer sterven. God ontmoeten betekent dat. Hoe belangrijk is het dan dat je de Heer Jezus kent? Dat je hem lief hebt? En daar bidt Mozes om. Dat je zo de dagen leert tellen, dat je weet, er is uitzicht. Er is verlossing. Er is hoop voor mij. Straks ga ik naar de Heer Jezus. Hij is mijn thuis. God is mijn thuis. Heren, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. En een wijs hart, dat is een hart dat wijs is, dat
wil niet zeggen dat we heel veel romans gelezen hebben of heel veel studieboeken gelezen hebben of heel veel op het internet gezworven hebben om kennis te vergaderen. Nee, het wil zeggen dat we veel van Jezus leren. Maria zat stil aan de voeten van Jezus te leren. Martha was druk. En Martha zegt tegen Jezus: kunt u haar niet even berispen en even bestraffen? Want ze helpt mij niet. Ze laat mij maar alleen dienen. Ze zit maar stil te luisteren. En Jezus zegt: zij heeft het goede deel uitgekozen. Dat luisteren, het leren. Want zij zit aan mijn voeten om te leren. Weet je, als je iets van Gods kinderen wilt zeggen, dan moet je zeggen: het zijn mensen die leren van Jezus. Hun leven lang. En ze leren genade. Ze leren vergeven. En ze leren vergeving. Maar ze leren ook wie God is en wie de Heer Jezus is. Dat leren ze allemaal door de Heilige Geest. Die leert hen. En daar worden ze wijs van. Nou, als je dan deze psalm leest, het laatste stuk, dan is het zo duidelijk. Keer terug, Heere. Heere, keer terug in mijn leven. Kom terug. U bent zo ver weg. Of dat andere vers, vers 14. Verzadig ons in de morgen met uw goede tierenheid, met uw liefde. Vervul ons met uw liefde. Dan leer ik wie u bent. Dat u liefde bent. Dat u mijn zonde vergeven hebt. Dat u mij lief hebt als zondaar, als zondares. Dan leer ik de liefde van u, Heer Jezus, aan het kruis. Dat u voor mij gestorven bent en opgestaan bent en ten hemel gevaren bent. Verzadig ons. Dan honger je, dan heb je dorst naar God, naar zijn Zoon. Verblijd ons, vers 15, overeenkomstig de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Hier is het een verdrukking. In de wereld zult u verdrukking hebben. Nou, dat is ook in Nederland. Als je christen bent, ben je in de minderheid. Doen mensen soms lacherig over je als je naar de kerk gaat. Of als je de Bijbel leest. Of als je bidt voor en dank na het eten. Doen mensen soms lacherig over. Vinden ze belachelijk. Vinden ze kinderachtig. Vinden ze niet stoer. Verblijd ons naar de dagen waarin u ons verdrukt hebt. Dus je vraagt aan de Heere: Heere, geef ons die blijdschap. De blijdschap van uw heil. En weet je wie echt blij zijn? De gelovigen. Die kennen een blijdschap die de wereld niet kent. Een blijdschap die zo groot is en die je hart vervult, zodat je die wilt overdragen aan anderen. Dat is een blijdschap om het heil van God. Ook als je het soms kwijt geweest bent. David was het na de zonde met Batseba kwijt. Hij zegt: Heere, ik heb gezondigd tegen u. En ik ben uw toorn, uw gramschap, dubbelwaardig. Maar geef mij terug de vreugde, de blijdschap van uw heil. Denk aan de blijdschap van Kerst. Die engel zegt: ik verkondig uw grote blijdschap. Verblijd ons, zegt Mozes in dit gebed. Verblijd ons. En zelf heeft hij het beloofde land niet mogen binnengaan. Maar hij heeft wel de blijdschap mogen ervaren dat hij wist dat God zijn volk daarin zou brengen, in dat land. Hij ging naar de Heere. Hij kwam in het beloofde land voorgoed bij God. En daarom vraagt u ook: laat uw werk aan uw dienaren gezien worden. Uw glorie over hun kinderen, de heerlijkheid van de Heere, over de kinderen van allen die God dienen. Dat zou u toch graag willen?
Dat je kinderen en je kleinkinderen allemaal de Heere mogen dienen. Dat ze iets van de glorie van God zien. Glorie aan God. Ere zij God. We hebben het gezongen. In de hoge. Nou, je zou toch graag iets van de glorie van God willen zien. Toen Mozes van de berg afkwam, keken de mensen naar hem. En toen zagen ze dat zijn gezicht glansde. Want hij was dicht bij God geweest. Ze zagen iets van de glorie van God. Uw glorie over hun kinderen. De heerlijkheid van de Heere. Hoe mooi het is om God te dienen. De lieflijkheid van de Heer onze God zij over ons. Bevestig het werk van onze handen. Ja, het werk van onze handen. Bevestig het. Mogen we het zien, Heere God. Dat het goed komt. Dat we het niet voor niets gedaan hebben. Dat het niet voor niets geweest is. Weet je wanneer jouw werk niet voor niets is? Ik denk aan een ouderling die een dominee toesprak. Toen ik een jongetje was. En ik ben het nooit vergeten. Ik denk dat ik een jongen was van, ja, een tiener. Een jonge tiener. En ik zat in de kerk. En de dominee nam afscheid. En de ouderling sprak hem toe. Dominee, u hebt hier zoveel jaren gewerkt in de gemeente. Maar, zei hij, het heeft vrucht. Het is niet voor niets geweest. Want wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Al was het maar een beker koud water aan een van de kleinen van de Heere. Dat houdt waarde. Dat is waardevol. Dat heeft vrucht. Laat uw glorie gezien worden. Het werk van onze handen, Heere. Bevestig het. Laat uw glorie daarover gezien worden. Nou, daarom verliezen we de moed niet. Want het lijden van deze tegenwoordige tijd, van nu, het lijden, de moeite, de zorgen, ook in deze coronatijd, de lockdown, het bedrijf dat omgevallen is, of dreigt om te vallen, alle lijden die je doormaakt, alle verdriet, alle zorg, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus de toekomst, daar gaat het over. Zo onze dagen tellen, aftellen, dat wij een wijs hart bekomen. Dat doet die aanstaande moeder, die straks een kindje mag krijgen. Dat doet ook Gods kerk, die zometeen afgelost wordt, thuis mag komen. God eeuwig mag groot maken. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Eeuwig God loven en prijzen. Zonder zonde. Zonder de tussenkomst van jezelf. Zodat je eeuwig jezelf vergeet en je blijdschap vindt in zijn lof. Amen.
Zullen we samen danken en voorbeden doen, laten wij bidden. Eeuwige en almachtige God, trouw Vader in de hemel, wij loven en prijzen uw naam, omdat u God bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. U hebt de aarde geschapen met alles wat erop en erin is. Wij zijn uw schepselen. Wij danken u dat u ons geschapen hebt, dat wij nu mogen leven. Wij danken u dat wij pas kerstfeest mochten vieren. Wij danken u en loven uw naam omdat u uw zoon geboren deed worden uit de vrouw. Geboren deed worden in een arme stal. We danken u ervoor dat hij arm werd, zodat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Wij bidden, Heere God, dat wij hem en dat we u meer en meer mogen kennen. Want hoe meer dat de Heer Jezus in ons groeit, hoe kleiner wij zelf worden. En des te meer beseffen wij dat wij de dagen moeten tellen om een wijs hart te krijgen. Heer, wil u ons wijs maken tot zaligheid? Dat we elke dag vragen, hoe komt u aan uw eer, o God? Dat dat onze grootste zorg wordt. Hoe kan ik God het meest eren? Hoe kan ik hem de lof toebrengen in mijn leven? In wat voor werk dat we doen? Of dat we naar school gaan nog? In onze eigen situatie? Hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Zodat we veel van u leren, Heere. Met Maria aan uw voeten zitten. Elke zondag. Dat het een jaar wordt. Het nieuwe jaar 2021. Een jaar vol van uw lof. En van uw eer. Maar ook van uitzien. Hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog aftellen? Het volk was 40 jaar in de woestijn. Onder uw toren. En velen zijn gestorven. Gestorven in hun ongeloof. In hun rebellie tegen u. Heren, wij bidden van u. Dat wij deze wereld ook mogen zien als een woestijn. Maar dat wij getroost reizen door de aardse woestijn en het weten, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Dan kunnen we hier in een woestijn leven en dan weten we, mij is een beter lot bereid. Dan zetten we niet alles op de kaart van dit leven, omdat we wijs worden, een wijs hart krijgen. Want we hebben een hoop, een levende hoop. Een hoop die niet beschaamt. Een hoop die niet gezien wordt. Een hoop die we vaak niet kunnen uitleggen. Maar die vast en zeker is. Omdat het anker van de hoop binnengegaan is. In het binnenste voorhangsel. Wij bidden, Heere. Mogen wij zo weten. Een schip voor anker. Een schip in de haven. Een schip voor anker. Het anker is boven. Heren, wij bidden van u. Gedenk u de gemeente De Bilt. Gedenk dominee Dankers, zijn gezin, zijn bediening. Geef hem vrucht op het werk. Laat ook uw werk aan hem gezien worden. En uw heerlijkheid over kinderen van de gemeente ook. Ontferm u zich, heren, over de kerkenraad, de huisbezoeken, de catechese, alle werk dat gedaan wordt. Bijbelkringen, we smeken van u dat u ook de kerkrentmeesters wilt zegenen. Ook als er nu geen collecten zijn, dat we ook onze verantwoordelijkheid mogen kennen. Dat ze niet hoeven te klagen, maar dat ze weten dat er een gemeente is die uw woord lief heeft. En daarom van harte geeft, met blijdschap geeft,
met mildheid geeft. Wij bidden van u. Wil u uw kerk wereldwijd uitbreiden, ook op de zendingsvelden. Voor de familie geluk bidden wij ook. En we bidden ook voor hun werk en hun gezin daar. Zegent u hen met uw doorboorde handen. O gezegende Heer Jezus. We smeken voor het Joodse volk dat ze u mogen kennen. Als hun Messias, Heer Jezus. Dat ze u kennen als hun zaligmaker. Als hun profeet, priester en koning. Wat zijn ze dan gelukkig. Dan hebben ze de vervulling van de Tora, van de Tenach. In hem, het vlees geworden woord. Daar hebben ze een heerlijkheid aanschouwd. Maar van nature heeft hij gedaante nog heerlijkheid. O, wij bidden van u. Dat het Joodse volk niet langer het gezicht omdraait voor Jezus. Maar naar hem toewendt. Want hij nodigt vriendelijk. En staat met wijd uitgebreide armen. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Heere, laat de aarde vol worden van uw kennis. Van uw wijsheid. Wijsheid tot zaligheid. Dan zijn we echt wijs. Als we klein worden in ons eigen oog. En als u en uw dienst zwaar gaan wegen voor ons. Dan gaan we getroost het jaar uit. En getroost en vol moed het nieuwe jaar in. Vol moed en hoop. Wij bidden dat uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 73, het 13e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mij zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers... Sorry, het was... Ik las vers 14, maar het is vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Vers 13 van Psalm 73. Aan het einde van deze dienst geef ik u de zegen mee, omdat de dienst ook niet eindigt, maar doorgaat. Ook deze hele avond, het oude jaar uit. En wij gaan daarom God dienen, die ons zijn zegen meegeeft. De zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven
met u allen. Amen.